Goedemiddag. Nou, daar zijn we dan weer. Van het ene feestje Wipstrik gaan we naar een iets kleiner feestje. De mooie beurs hier in Sio. De carnavalsbeurs. Ik heb al heel veel mensen naar buiten zien lopen met arms vol mijn kleding. Dus Randy, we gaan gewoon naar binnen toe. Want het agelt ook nog mensen. Ja, maar zelfs nog de feest is niks te gek. Wie gewoon duur? Kom maar, wie gewoon naar binnen. Hey. Hallo. Hallo dan. Dus je bent weer Fuji? Wij zijn weer Fuji. Ja. Je hebt twee Hans van Sassenbond TV. En ik ben Pascal van Inside Out. Inside Out. Ja. Ik las al zoiets. Wat is dat precies, Inside Out? Nou, ik heb een creatief centrum waarbij ik eigenlijk altijd creatieve coaching geef en leuke creatieve workshops. Maar nu carnaval. Carnaval. Ja. En we doen dus die grote hoeden. Ja. Daar geef ik echt workshops in op locatie of bij mij in het atelier. En deze foam of een tube gebruiken, die maak ik zo even tussendoor. Zo even tussendoor. Ja. Dat gaat even zo en passant gaat het. Er is heel veel animo voor, zie je. Ja. Dus het loopt wel. Ik heb het druk. Ja, je hebt het druk. Ja, we zullen het ook niet helemaal te lang maken, hoor. Maar waar zit je precies? Ik zit hier in Zwolle in de A-landen, aan de Weide A, hele mooie locatie. Ja? Oude deel van de boerderij is helemaal mijn atelier. En als we dus echt die foampruiken maken, dan snij je repen, je band dat helemaal in elkaar met warmte, met lijmpistolen, glimsteentjes, bloemen, alles kan. Ja. Dus, en wat doe je nog meer buiten het feit om van dit? Ja, dat is dus mijn creatief coaching. Dat is creatief coaching. Dat doe ik het hele jaar door. Dat gaat het hele jaar door? Ja, en dat wil eigenlijk zeggen dat ik mensen begeleid met levensvragen, met lekker loskomen, met meer creatief uiten, genieten. En dat is eigenlijk de rest van het jaar. Weet je waar dat eigenlijk wel goed voor is, jongens? Dat is eigenlijk wel goed voor Batsen. Met die creatief coaching. Ja. Dat zal misschien wel wat mooi zijn. Ja, Batsen, dat is een van onze medewerkers. De jongen die is nogal soms wat timide. Dus die zal een beetje opener. Ja, die moet wel opener worden. Ze moeten eigenlijk wat meer outen. Maar dat doe je helemaal alleen? Of, Ja, ik doe het alleen. Alleen nu heb ik mijn lieftallige vriendinnetje mee die mij begeleidt. En inmiddels is er nog een vriendinnetje die helpt ook mee. Want we kunnen het bijna niet aan. Nee, nou dat is toch hartstikke leuk. Ja. Nee, maar ik heb een methode ontwikkeld om dit lekker makkelijk, zeg maar, om je eigen staart te wikkelen. Dus, het blijft altijd zitten. Ja, en met carnaval, hè, het is altijd binnen is het warm, buiten is het koud. Ja. En hier heb je geen last van, maar het buiten is het warm. En binnen voel je er niks van. Het is lekker licht. Dus mensen, jullie weten het, hè? Creatief Centrum Inside Out. Oh, Inside Out. Maar ik zie daar nog iets staan van ZZ.
Nee, dat is niet van mij. Oh, dat is niet van jou. Dat is weer van een ander. Mijn banner staat hier. Oh, die staat daar. Ja. Ik zat al te denken. Maar goed, www.creatiefcoaching.nl. En aanstaande woensdag heb ik nog een workshop waar mensen kunnen aansluiten. En verder is het dus op afspraak. Ja. Nou, dat gaan we nog eventjes vermelden. Oh, ja, en één dingetje. Kijk, dit. Dit wil niet. Nee. Je hebt echt haar nodig. Ah. Dat is een bruikbel ook niet. Nee, wel, nee, deze niet. Die nee. We nu maken. Nee. Ik wou zeggen, maak ik er één geen voor je. Nee, maar helaas. Maar hij kan wel een knotje. Ja. Ja, dat kan. Maar het kan. Wou je er even proberen? Nee, nou, hey, hartstikke leuk. Ik hoop dat het wat het interviewtje en het filmpje wat kan bijdragen. Super. Tot meer mensen en meer creativiteit tijdens de optocht en tijdens het carnaval. Ja, dat is natuurlijk tijdens de optocht zou het hartstikke mooi zijn. Dat is hoe langer hoe meer mensen. Ik maak ook voor hele carnavalsverenigingen begeleid ik het. Dus ik maak het dan niet, maar dan leer ik het, zeg maar, de creatieve leidsvereniging. Nou, Zoolse verenigingen, sluit u aan, zou ik zeggen. Ja. Hey, hartstikke bedankt. Ja, dankjewel. En heel veel succes nog vanmiddag. Ik knutsel nog even. Ja, ga nog even door. Oké, dankjewel. Hoi. Hey, onze chameur. Goed werk. Heren, dat was hij. Een carnavalsbeurs. Het was goed geslaagd, denk ik. Hij is druk. Ik hoorde al dat hij van verschillende mensen. Het was gezelliger als vorig jaar. Dus ik neem aan dat hij dan ook groter is als vorig jaar. Heel veel verschillende dingen. Dus het was super voor elkaar. Maar we gaan ons kleur maken voor vanavond. En dan zien we ons vanavond allemaal weer samen bij de hoedelwappers. Jongens, wie gaat? Hoi, hoi.